kijkers en welkom bij Super Mario 3D World, die ik denk ik heel misschien niet naar YouTube ga uploaden, misschien nog wel. Ik ga even Simon erbij bellen. Simon van Decent Sauce. En waarom ik die niet ga uploaden, omdat ik hem sowieso nog ga let's playen. Hey Simon, welkom. Oh, hoi. Ik ben echt net begonnen. Oh, dat is snel weg. Ik besef me alleen dat ik volgens mij mijn instellingen net niet goed heb. Dus die ga ik eventjes, as we speak, aan het brengen. Ja, ik zie het al. Zo hard. Oké, als het goed is zijn we nu... Heb ik nu even wat aangepast. Oké, ik moet de scene even aanzetten. Zou jij ook even het geluid van de game in-game willen testen? Of die mooi is, mooi geluid is? Ik zit met een muziekje wel even. Ja, is goed. Dus ik ga dus beginnen. Ik zal trouwens nog even tweeten dat Simon meedoet. Decent Sauce streamt ook mee met deze awesome game. Super Mario 3D World. Ctrl V. Persoonlijk vind ik dat ik misschien net een tikje harder mag. Oké. Dan ga ik dat even doen. Ik zal even mijn tweet afmaken. tweeten. We hebben al één kijker. Oh, yes! Yes, win! Ja, heel goede naam. Even kijken, ik doe het geluid op 50%. Zo. Zo is die beter. Oké, wie ben ik? Mario, Luigi, Peach of Toad? Toch wel Luigi, hè? Ja, sorry, ik heb voor Mario gekozen. Nou, dat vraag je dan, hè? Ik was meer voor mezelf. Nou, ik weet toevallig. Weet je wat het is? Peach kan zweven, dat is echt super handig. Ja, dat is gewoon het noobs. Wauw. Noemen ze dat noobs? Ik noem dat vroeger altijd handig. Ik speel trouwens op de tablet. Was er eentje van Apple of? Nee, de Wii U tablet. Even kijken hoeveel mijn batterij trouwens is. Oh, 3 streepjes. Dat is genoeg voor in elk geval deze stream. Boy, is echt eerste klas loodgieter hier. Oh, deze. Dat zijn echt shit. Je hebt gewoon wel missing game. Wow, shield die power-ups. Oké, die is nieuw. Nou, die van de kat, hè? Nee, een van de feetjes zie ik nu. Oh, ja, ik zie het nou. Nieuw karakter. Oh, dit is wel dezelfde stijl in de Super Mario 3D Land voor de 3DS. Die overigens vrij makkelijk was, die ik ook heb verkocht trouwens. Ik ben echt bezig om mijn games en consoles te verkopen, man. Serieus, ik heb mijn PlayStation 2. Iemand wilde mijn PlayStation 3 kopen. Dus, die ga ik denk ik ook verkopen. Oh, nice. Ik heb zelf altijd zoiets van, weet je, ik wil die oude shit gaan houden, dus ik ga altijd gewoon even gaan spelen. Ja, weet je, ik heb PlayStation 3 enige leuke spel dat ik heb gespeeld, is Kingdom Hearts 1.5. Mm-hmm. En ik heb Last of Us nog liggen, maar ik denk niet dat ik die nog ga spelen. Maar ik verkoop mijn games los, Simon, dus als je interesse hebt. Ja, maar ik kan het... ja, gratis krijgen. Ja, ik kan PlayStation 3 games... Op een leuke week. Is het trouwens de eerste keer dat je dit zelf zult? Ja. Ik heb hem echt net gekregen. Hij komt ook pas morgen uit, hè? Oh, graag. Okay. Ik hoorde allemaal reviews en zo, dus... Ja, hij schijnt vrij goed te zijn, dus... Wacht even, je hebt 2 springknoppen, 2 remknoppen. In de overworld, zie ik nu, kan je muntjes verzamelen. En ik vraag me af wat we daarmee gaan doen. Oké. En, Dat is op zich wel cool gedaan. Normaal moet je altijd op de paden blijven, maar nu mag je gewoon... Maar je kan dus niet over. Oké, hier kan je dus niet over. En het is een beetje gelimiteerd wat je kan doen, maar dat geeft niet. Het is leuk, het is een keer of anders. Super start met een staartje! Oké, dit Nederlands zo. Oké, even kijken. Mm-hmm. Oh, kijk, we hebben. Kijk, de rollen kan je en je kan longjumpen. Maar wacht even, om te longjumpen. Oh nee, je hoeft niet per se eerst te rollen. Maar dan maak je wel wat meer vaart. Oké, grappig. Even kijken. Oh, even. 3, 3, 2, 3. Zo, kijk eens aan. Nu komen mensen. Oh, wacht even. Je hebt een soort van boost ding. Je kan extra hard rennen. Oh shit. Laat je gewoon een dikke scheet erop. Ik voel een heleboel kinderachtige grappen komen.
Oh, kijk, de nieuwe power-up. Het is een kattenpower-up. Oh, wauw, je kan slaan? Wat? Het is een Mario-spel. Je mag niet slaan, man. Je kunt het dan tegen de muur oplopen. Moet je eens proberen. Oké. Volgens mij dacht ik in ieder geval. Ja, klopt. Oh, dat is fucking was. Maar er zijn zoveel verschillende plekken om heen te gaan. Dit is niet goed voor mijn autisme. Hoe de fuck moet ik nou kiezen waar ik heen wil? Ja, het is inderdaad wel... Volgens mij... Oh, wacht. Hiermee skip ik het hele level. Dat willen we natuurlijk niet. Oeh, hé. Oh! Wat de fuck deed ik daar dan? Hoe deed ik dat? Dat zou wel echt fucking zijn. Als ik even weet hoe ik dat doe, dan ga ik het je vertellen. Hier een onzichtbaar blok. Nog een onzichtbare blok hier misschien. Oké, wacht even. Ik sprong. Oh, wacht. Die springt en dan druk je op oké. Los weer. Volgens mij is het wel... 1080p? Ja. Goed, hij staat nu niet in 1080p, want mijn HD Capture Card werkt niet precies hoe ik wil dat hij werkt, zeg maar. Kijk. Wat is dan eigenlijk? Hij heeft... Oh, dat is zonde. Oh, wacht. Ik heb een reserve. Oh ja, sorry. Je vroeg wat ermee was. hij heeft een vertraging van een x-aantal seconden die ik persoonlijk heel irritant vind. Dus met mijn PlayStation 3 verkocht ga ik waarschijnlijk mijn HD Capture Card ook weer verkopen. Interesse? Interesse? Ik heb zelf al een HD Capture Card. Nou en? Wat? Je werkt nog niet tijd nodig. Tuurlijk wel. Oh, dat was lelijk! Dat was echt lelijk! Fuck jou, Goomba's! Oké, ik ga nu... Ik heb trouwens totaal niet de tijd. Oh hé, de camera kan je ook zo bewegen. Oké, dat is wel fijn. Oh hé, daar staat iemand. Hallo, mevrouwtje. Kan ik daarmee praten of zo? Oh, kijk, kan je tablet bewegen? Nou, we hebben wel eigenlijk een flesje. Klopt. Oh, kijk, die wil ik even hebben. Hatse, flatse. Even kijken. Hé, hey, konijntje pakken. Het valt me wel op dat de bomen in de vorm van zijn belletje zijn. Fuck. Yes, ik heb... Oh, kijk, groene ster. Ik denk dat dit... Je had vroeger altijd gouden munten in de vorige Mario's. En ik denk dat die nu zijn vervangen door groene sterren. Ah, die echt goed. Wat zijn dat... Wat iemand zegt, net zoals elke Mario game, ja, 480p, het is 1080p, vriendje. Of was dat al... Hé, wat is ja, dat? Ja, dat was het ook, wat ik zei. Ik heb een stempel gevonden. En wat kun je? Ik heb geen idee, dat is nog een verrassing. Ik weet ook niet hoeveel je er per level kan verzamelen, en dat staat hier ook niet bij. Nee, stempels, woehoe. Hé, kat Mario, fuck jou. Oh! Nou. Oh, hij is toch rotjes. Volgens mij kan ik hier heen. Ja, nice. Een uppie. Ja. Dat vind ik wel... bij nieuwe Mario's is... Zeg maar, de moeilijkheid is niet meer echt leuk, maar nu is het weer het vinden van de secrets. Nou, het schijnt dat dit spel wel in het begin wat makkelijk is, maar hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt. En er zitten een soort van challenges in, zeg maar. Wat houden die dingen dan over in? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan... in 10 seconden moet je bepaalde dingen gaan doen, zeg maar. Oh, op zo'n manier. Ik vond bij Super Mario 3D Land wel leuk dat je in die speciale wereld uiteindelijk bijvoorbeeld tijdlevels had. Dus dat je 30 seconden had en dan als je een beest killde, kreeg je 10 seconden bij en dan... Ja, precies. Wat is dit? Ik heb een grote konijn. Moet ik hem slaan of zo? Appatee. Wat? Check dit dan! Awesome! Holy shit. Moet ik nou gewoon zoveel mogelijk kapot maken of zo? Nee. Ik vind het wel een beetje leem dat je nou gewoon Mario bent en geen kat Mario. Ja, dat had ze inderdaad voor mij ook mogen verbeteren. Ja. Oh, wacht. Je had als grote Mario hier overheen moeten baggeren natuurlijk. Oh, wat? Dan verlies je ook gewoon je power-up. Oké, okay, bedankt Nintendo. Oh ja, dat is wel een beetje kut. Oh, is dat niet in je min dan? In je inventory?
Nee, nee, die zat er al. Oké, okay, dus je bent eigenlijk goed vet. Eigenlijk ben je goede powder, Floria. Oh, oh geen puppie! Oké, ik ga hem overnieuw doen voor de gouden vlag. Wat? Oh, ik zet er nog in dat ik Skyrim speel, zou ik dat even veranderen anders? Oh, dat is wel handig. Of je kunt gewoon zeggen dat het gewonnen Skyrim. En... nieuwe Skyrim, Super ja, Mario DLC, 3D World. Heb je trouwens al iets van de Steam Sale gehad? Nee, nee, nee. Ik heb nog geen interesse gehad in de dingen die ze aanboden, dus. Oké, okay. Ja, ik zat te kijken, misschien Sleeping Dogs. Want ik hoorde ook het vak dat een leuk spel vond, dus. Ja. Weet je, ik heb echt heel veel spellen die ik nog moet spelen, dus ik wil eigenlijk. Nog niet wat erbij halen. Ja, ik ga ook echt alleen nog iets halen als het echt een hele goede deal is. Want... ja, precies. Ik heb sowieso nog echt van de summer sale nog echt, ik zal ze even tellen. 2, 4, 6, 8. En bovendien heb ik echt 18 games. Ik heb zeg maar alle spellen die ik wil, heb ik eigenlijk al. Ja, er is nog, zijn nog twee spellen die ik voor de PC wil hebben. Dat zijn, één is dat... The Walking Dead Survival Instinct, maar die wil ik echt voor maximaal 10 euro hebben. Maar waarom is Survival Instinct? Dat is toch kut wel? Ik ben echt Walking Dead fan, het maakt me niet uit of het een kutspel is. Laat me met rust, Simon! Dat mag niet! Ik heb ook gevoelens! Ik verveel je! En ik wil Lego Marvel Heroes hebben. Oké. Okay. Kom op, lopen, 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 lopen. Ja, gered. Nee, lopen! Ah, teringleier. Ik ben lekker. Fucking klootzak. Kutje cola. Ik moet wel zeggen dat het heel erg licht is, zeg maar. Zo. Ja, dat komt ook een beetje door mijn capture card, hoor. Oh, oké. Okay. Ja, dit deed me een beetje denken aan Windbreaker. Dat okay. Is ook echt een heel licht spel. Ja, nee, dit is gewoon puur mijn capture card wat je nu ziet. Ah, oké. Volgens mij kan je hier doorheen vallen. Mm-hmm. Voor de laatste ster, yes, gevonden. Oké, okay, oh, dat is mooi. Maak je zak gewoon door de vloer heen, dikzak. Huh? Oké, okay, nou gaan we nog even... of de gouden vlag halen. Dus ik weet dat in Mario 3D World dat wel van belang was, zeg maar. Dat is echt van belang. Oh, dat heb ik niet eens gezet. Of het 3D land bedoel ik. Okay. En ja, als je, want, ja, dat is meer gewoon een collectors ding hoor. Als je allemaal alle gouden vlaggen haalde, kreeg je ook weer wat. Kijk, ik kreeg een extra sterretje bij je naam of zo. Nou. Kijk hier, en nu is ook dus, zie je, de vlag is nu goud in plaats van rood. Ah, zo. Ik hoor ook dat... je bij Super Mario 3D Land kun je ja? één extra level krijgen, maar dan moest je het spel uitspelen met als Mario en als Luigi. En je moest dus waarschijnlijk al die vlaggetjes hebben. Ik zou alleen niet weten of welk level je het zou hebben. Ja, dan kan het dus nog een level naar het laatste level. Nou, ik heb... ik heb al... hé, kijk, daar zie ik een geheime Luigi. Zie je hem? Okay. Op de muur daar. Ik zie hem. Hey? Oh, daar, ja. Kijk, hey, ik kan wijzen, daar. Ja, hij zit gewoon een beetje de vloer te humpen. Zo. Yep. Goed, ik heb dus ook een tablet waar je op kan wijzen. Er was trouwens een The Legend of Zelda secret, hè? Ja, klopt. Ja, ik heb hem gezien, ja. En bij Pro Jared, toch? Hm? Had je bij Pro Jared gezien? Ja. Of bij Game Explain. Oké. Beide, maar beide volg ik trouw, zeg maar. Wat is ook een nieuwe blok, hè? Oh ja. Oeh, vuurbloem. Waarschijnlijk ben je blij met het vuurpower-upje. Wacht, kan ik dit ook doen? Kijk dan. Huh? Oh, Stefan, wijs is onbeleefd. Maakt niet uit, ik heb swag. Oké, okay, ik zie dus nu ook. Twee buizen waar ik doorheen kan. Nou, zal ik gewoon inpakken. Oh. Ah, gewoon YOLO. Ga er gewoon in. Stop hem erin. Ja, ik stop hem erin, man. Hij gaat in het buisje. Ga nou even dood. Zo, dood. Even kijken hoor. Nou, gaan we deze buis maar in.
3DS. Eindelijk die shiny Pokémon vangen. Wat? Shiny Pokémon? Ik voel hem. Ja. Nee, je hebt al 3 keer een shiny Pokémon, man. Hey, hallo, ik pakte hem toch? Nee, ik niet meer mee. Dat vind ik trouwens ook kut bij deze Mario, is dat soms de diepte zo kut is. Ja, vooral als je geen diepte ziet, zeg maar. Ja, hè, Stefan? Wacht. Dat kun je sowieso niet, omdat ik niet deze televisie zijn dan. Nee, maar ik zie sowieso geen... Simon, pest me niet hoor, geen diepte zien, man. Tering. Ik ben voor ongevoelige klootzak, hé. Ik zie ook geen diepte als ik mijn bril niet op heb. Ja, maar ik zie... Ook zonder bril zie ik geen diepte, man. Ja, ik ook niet zonder bril, ja. Ook met bril zie ik geen diepte. Fucking kut, faggot. Oh, je kan dus geen backflip maken. Dat is wel jammer. En wel een teleport ding, waar teleporteren... Oh, hey! Oh, oké, dat ging niet helemaal volgens plan. Ja, pak een step! Yes! Dat, dat is... Nou goed, van die uitdagingen bedoel ik dus, daar is een heel menu van, zeg maar. Dan heb je, pak een beetje 20 van die uitdagingen of zo die je achter elkaar moet doen. Oh, dat zijn net zoals van die doos als bij de DS versie. Ja. Oh. Hierin, kijk waar ik uitkom. Oeh, geld. En weer een stempel. Gaan we boven langs. Het ziet er cool uit. Oeh, een ster. Yes. Nog één. Puntje en dan heb ik een uppie. Yay, uppie, woehoe. Hoor je hoe blij ik ben, Simon? Ik word super blij van die uppies. Dat word ik heet van. Zoals schepers. Even kijken of hier nog wat zit. Nou, ik heb en de stempel en de 3 munten, dus ik ga ervan uit dat hier niks meer zit. Oh, teringleien, wou die me naaien? Zag je het, Simon? Ik zie binnen 3, 2, 1. Ja, dat is ik. Ah, kut, geen gouden vlag! Kut, als je een kat bent, kun je tegen die vlag oplopen. Klopt. Ja, ik ben zo cool. Maar wij doen het zonder. Hey, oh, kijk, oh, daar zijn die stempels voor. Huh? Oh ja, dat. Dat zag ik net niet, zeg maar. Oh, ja. Oké, ik ga het level nog een keer doen om de gouden vlag te hosselen. Yes. Oh, hey, is dat een eindbaas? Huh? Oh, dat is misschien net zoals bij Super Mario Bros. 3. How about dat we even niet mijn achternaam op het mooie internet zetten? Oh, die Christen. Stefan Stempel. Kan ik ook weer een timeout, hè? Nou, de timeout. Oké. Okay. Ik zal even op Skype zeggen, daar ook. Sorry van de time-out, maar mijn achternaam liever niet op internet. Hij zal het begrijpen. Ja. Oh nee, mijn telefoon trilt. Oké, we gaan even door het level heen jagen. Nice. Ik bedoel, ik als pro kan dat natuurlijk. Waar ga je op jagen? Strakke vagina's. Pedro Simon. Nou, dat is wel niet voor kinderen te zijn. Hé, maar kan je ook untime-out of niet? Kan je dat even checken of je Chris kan untime-outen? Dat zal ik even kijken. Ik kan hem ignoren voor time-out. Ik kan hem bellen. Als je eerst bent, band en dan unband. Ik kan hem voicen. Wat dat doet. Ja, nee, dat... Dan laat je iemand even niet meer praten. Maar je kunt hem ook unvoicen. Oké, okay, ja nee. Dan zeg maar unvoicen is dat hij niet meer kan praten. Dus je moet hem juist voicen. Ja, maar nou goed. Of hij wacht gewoon 10 minuten. Oh, oké. Okay, dan gaan we even nog een keer proberen. Ik zal het proberen. Probeer het dus, Chris. Ik weet niet of ik het goed gedaan heb.
Oké. Okay. Ook hier de gouden vlag behaald. Het is mijn doel bij Pokémon om al mijn Pokémons zeg maar saus in de naam te hebben. Oké, okay, ik ga nu als Luigi spelen. Een Squirtle is schildsaus. Waar? En een klein vogeltje, ik weet niet zo naam, is kleine saus. En ik heb zo'n broertje en fairy Pokémon, dat is bloemsaus. Dat is nog een goed idee. Het is echt het meest geniaal wat ik ooit heb gehoord, man. Yep. Waarom ben je dan ineens Luigi? Omdat ik op willekeurig heb geklikt. Dat is wel willekeurig. Ik kon er nou ook een groen vlaggetje bij, want dat zou echt zwaar tegen mijn autistische ritme ingaan. Nou, we gaan het Palastrowise weer even doen. Alhoewel, ik heb 2 power-ups volgens mij in mijn box, dus... Kies maar 1 cadeautje, er zit vast wat leuks in. Simon, wil ik het kleine cadeautje of het grote cadeautje? Het kleine cadeautje. Ik denk dat ik het grote cadeautje wil, ik weet niet waarom. Hey, het kleine cadeautje. Nou moet ik kiezen. Nou, neem dan nog maar een extra... extra... belletje mee, weet je. Ja, belletje is fucking awesome. Oké. Okay. Grappig is, als je op 4 poten loopt, lijkt het nog meer alsof je een dikke rug loopt. Oh, Simon. Oké, even kijken. Oh, ik wil eigenlijk een ander karakter weer zijn, maar dat wordt hem dus niet nu. Nou, Luigi kan tussen lekker hoog springen. Ook fijn. Hé, hey, kijk, gelijk een groene ster. Kijk, hoede. Oké, okay, even kijken hoor. Oh, nou kan ik weer wat kijken. Dan kan ik ook helemaal omhoog kijken. Hey, kijk. Nee, er is helemaal niks te zien. Oh. Pew! Wat? Pew! Dat was dus niet goed. Maakt niet uit. Hey, wat is dit? Pat! Pat! Oh, dan moet ik waarschijnlijk met mijn vinger doen. Pak hem dan. Ik ga dood. Pak hem dan! Wat zie je nou? Maakt niet uit. Ja, ik dacht, daar kan je vast wat mee, maar... Nee. Oh! Nee! Je was echt mooi. Ik haat mijn leven. Ja, hij laat vast een belletje vallen. Nope. Hé, een powerblock. Pat. Pat. Nice, powerblocks. Oeh, belletje. De kat doet ook echt mauw als je hem pakt. Uppie. Had ze flats. Oeh, gratis buis. Wat is een gratis zo? Dat die niks kost. Oh, muntjes pakken, snel. Ja, maar... Oh, dit is zo'n ding die moet je allemaal snel hebben gepakt voordat de tijd om is, anders krijg je groene ster niet. Oh, nee, ik ga even de kant op. Nee! Ik heb er één gemist! Oh! Oh shit, ik ben een groene ster vergeten te pakken in het begin van het level. Ik ga even een stukje terug. Hé, hey, de stempel. Ik ga even terug, joh. Ik ben toch nog bij het begin, joh. Maakt niet uit. Ja, dat je de level op moet doen. Yes, die jump haalde ik gewoon. Ik was even bang van, oh nee Steven, je gaat dit domme dingen doen. Wat valt mee? Nee! Oeh. Ik zie me echt voor me. Weet je al de dude die Mario heeft ingesproken? Ja? Dat die al die kattengeluiden maakt. Ja, redelijk oude man. Ja, maar hij doet ze ook echt bijna allemaal, hè? Ja, inderdaad. Dat vind ik ook zo cool. Mario, Luigi, Mario. Oh, ik bedoel, ja. Tyfus. Ja, alleen Peach doet hij volgens mij niet, maar.
Oeh, nice kattenbelletje. Ik dacht dat hij in ieder geval baby peeps zijn. Nee man, dat is echt zo vrouwelijk, dat kan hij nooit doen. Ja, dat is op zich. Ga eens even de boom in. Oh, zie me even die shit domineren dan. Ik wil geen veren in mijn reet steken, maar het is echt wel zo. Ik denk dat je een hele hand van veren in kunt stoppen. Wat is dit? Oeh, hallo. Een wolk. Oké. Okay. Wat gebeurt hier? Een ster. Oh, hallo. Ja, Ben had er een presentatie van gemaakt. Sorry? Oh, nee, hij heeft gisteren ontmoet, ja. Ja. Oh, dat maakt zo vet. Hij heeft zijn Mario 64 laten tekenen ofzo. Yep. Oké, okay, een eindbaas ziet er zo uit. Ik kon alleen goed zien wat er op stond. Iets als Super Glen. Ik dacht dat stond voor Glentai. Van de Mario meneer. Oh, is het best goed. Dat is een grapje man. Oké, okay. Oh, extra belletje. Oké, okay, gaan we nou in één keer boven in de vlag komen? Ik weet niet. Vast wel. Je hebt al twee keer gefaald dus. Yeah, ik gered. Okay. Ik wil kijken hoe. Stefan Centrumruimpje. Fuck jou. Ja, maar wat is het geheim? Het geheim is dat ik een mooi boy ben. Dat is toch helemaal niet geheim. Oké. Oké, nou, dit kan dus twee kanten op. Gaan ze het gewoon allebei doen? Hé, hey, wat is dat? Een gokkast? Je kunt ook nog gewoon teruggaan, hè? Je kunt ook nog gewoon teruggaan. Wat is trouwens dat gat erboven? Welk gat? Nee, waar penis is op. Open! Boven het level. Boven het nieuwe level. Spring tegen de blok en ik zal zo even kijken. Oh ja, super. Met een beetje geluk win je maar 770 punten! Oké. Okay. En is dit te timen of zo? Of? Wat? 300 munten? Nice! Moet alle munten pakken. Pak alle. Oh, ik zit allemaal moeite om die munten te pakken, maar die worden automatisch op mij geteld. Maar boven het nieuwe level. Oh ja, je hebt gelijk, ja. Zal ik dat eens even gaan kijken? Ga erin. Oh, mag ik weer kiezen uit twee pakjes? Maar die kies ik nog maar niet, want ik heb ze nog niet nodig. Ja, inderdaad. Oké, okay, gaan we. Is het circus level doen of het zwem level? Zwem level! Nee, circus level! Volgens zie ik daar dat poppetje waar je op mag. Oeh, willekeurig poppetje, wie gaat die kiezen? Ik word dood! Dood, kut. Stefan is dood. Kijk, dit is. Ja, dit heb ik in de trailer gezien. B om te springen, oké, okay, cool. Weet je dat, Plessy? Klaar voor een start, daar gaan we! Ik heb ook geen idee wat je moet doen, eerlijk gezegd. Oh, dat is niet. Spring! Oh! Nee! Oh, burn, motherfuckers. Yes! De eerste gouden. De groene munt, ster! Gouden groene munt, ster, wow. Kijk wat hierin is. Helemaal niks! Ik vind het wel cool dat ze wat andere soort levels hebben gedaan. Oh, nee, springen! Springen Nessie! Heet hij Nessie? Ik noem hem Nessie. Nessie heet hij. Ik vind hem meer een Nessie, sorry man. Oh, kijk. Oh. Meer Yoshi rip-off. Kan ik hier? Nee, niet doodgaan, kom.
mijn hart, jongen, tering. Ik heb hem even op de stempel en ik ga dood! Nee! Wat is dit voor level, zegt tering. Oh jee. Go! Oh, hoor dat geluid dan? Ik ga even mijn geluid wat harder zetten. Van mijn tv ja, bedoel ik. Ik kan het niet horen. Dus, ik weet niet wat de speciaal aan het vaart is. Dat is dat geluidje van Mario 64. Wat? Tu-tu-tu-du! Weet je wel? Nee, oké, okay, sorry. Ik kan me niet bekend voor. Ah, als je hem hoort, ken je hem wel, denk ik. Waarschijnlijk als ik het echt hoor, dan kijk het wel, ja. Yes, twee rode munten gemist. Goed zo, Stefan. Ik hoop dat je trots op jezelf bent. Iemand vraagt om je gegevens van je 3DS en hoe zit het met je 3DS XL? Ik heb nog geen 3DS XL gekocht. Ik zou er een gaan kopen. Mm-hmm. Maar toen ik naar degene vroeg naar een bon en een doos, dat was, of dat had diegene niet. En toen ik vroeg of die mogelijk van een vrachtwagen was gevallen, want zo ja, dan heb ik geen interesse meer. Toen zei diegene van, nou, dan kan je hem beter bij iemand anders kopen, vrees ik. Oh, dus ik zou een 3DS XL kopen, maar ik heb mijn PlayStation 3, ga ik waarschijnlijk volgende week verkopen. Mm-hmm. En als dat het geval is, dan ga ik volgende week wel een 3DS XL kopen. Oké, maar dan kun je toch nog steeds gewoon je spellen overzetten? Oh ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Je bedoelt die standaard op mijn... Ja, die digitale spellen, ja. Oh ja, maar die... maar zijn die niet DS gekoppeld dan? Ja, maar je kunt ze laten overzetten. Oké, nee, ik hoef ze niet meer te hebben, joh. Oh ja. Ik wil wel mijn Mii verwijderen en dat soort dingen, maar dat lijkt me gewoon... Oh, kut! Ja, maar als jouw Mii erop staat, dat geeft echt gevaar, hè? Dat is waar. Waar, ja. Maar weet je, het boeit me op zich ook niet zo heel veel eerlijk gezegd, die gegevens, die spellen. Mm-hmm. Die heb ik ooit eens gekocht omdat ik zo'n 15 euro kaart cadeau kreeg van iemand, weet je wel? Ah, zeker. Ja, wat wel cool is, volgens mij er zijn er tegenwoordig al soms best wel wat indie games ook. Nou, er staat al een bod van 120 euro. Dat is, ik wil er eigenlijk, zeg maar, ik wil er minimaal 100 voor, mm-hmm. Maar voor... Of bij 130 ging die gelijk weg, zeg maar. Mm-hmm. En ik zit nu al op 120, dus... Oh, niet verkeerd. Nee, dat is zeker fijn gevoel. Ja. En nou, ook nog mijn PlayStation 3 verkocht, dus... Alleen het enige nadeel is, ik wil nog daar wel... Ik heb hem verkocht voor 200 euro. Mm-hmm. Ja? En dan zitten er geen spellen bij. En ik wil er een Blu-ray speler bij, dus 200 euro en een Blu-ray speler. Als kan ik de Walking Dead Blu-rays niet meer afspelen. Dat is zeker een keer nieuw. Ja. Ik had de PlayStation 3 nieuw voor 150 euro. Oh echt? Netjes. Ja, de 12 gigabyte of? Maar dat is zeg maar wel de oude, maar dat was zeg maar, tussen van de oude naar de nieuwe gingen. En ja, maar goed. Oh shit, what the fuck? Ik ben op zoek naar die laatste gouden groene ster eigenlijk, maar... Maar hoe heb je dat dan voor... Ik zal even wat comments lezen. Ik weet nu wel je adres. Hoe zou ja, ik nu... Ik hou ze ook een beetje bij. Mijn adres staat toch niet op Marktplaats of zo wel? Kijk maar alleen... ergens in de buurt was. Ja, daarom. Maar het spel is wel een aanrader. Ik vind het een erg vermakelijk spel tot nu toe. Maar gewoon, ik ben gewoon echt zo'n diehard Mario fanboy, weet je. Mm-hmm. Zelda ook. Ik ben ook echt een uber Zelda fanboy. Daarom moet en zal ik de Zelda 3DS krijgen. Ja, ik ben niet ook iets te gaan, maar jij hebt net een gewone gekocht, toch? Inderdaad. Ik vind het te veel geld schelen. Ja, ik snap het. Maar wat ik zeg, ik ben echt zo'n kut fanboy, weet je wel. Ja, ik heb ook weer zoiets van, weet je, als je 3DS goed cheap kan kopen, vind ik dat goed, hoor.
groot Francisco, ja, dat ken ik. Oh. Dat is Mario 64, ja. Ik ben alleen bang dat ik weer de tweede groene ster heb overgeslagen. Oh, tering, Jantje, ga weg, joh, gek. Trek de kut er vanaf, jongen! Ja, ik heb de twee. Nou, maakt niet uit, ik weet niet waar die zit dan. Ik kan nog wel even voor de gouden ster gaan, natuurlijk. Dat is sowieso. Ik hoop dat er meer van zulke levels in zit, dat het niet meer. Alleen maar naar dit is, zeg maar. Oké, ik ga nu proberen. Nee! Kut, ik druk er de verkeerde knop in! Ik wil rollen long jump, maar hij rolde niet. Nou ja, deze gouden ster laat ik maar even voor wat het is, oké? Oké, zoet. Anders blijft hij ook maar hangen. Wat? Nee, Chris, ik heb je mod niet weggehaald. Dat moet soms even laden, oké? Ik... Nee, niet een voice. Kom op! Ik wil het niet doen! Laat Chris met rust! Op. Zo, Chris is weer geopt. Nice. Oké, nou wil ik wel even deze hebben. Oké, gaan jullie voor de kleine. Interessant. Doe maar de kattenpower-up. Oké, gaan we het circus level nu doen? Dat is nog de enige keuze die je hebt. Ja? Maar dat was ook meer een opmerking dan een vraag, maar... Toch net je historische vraag. Oh, ander karakter, we gaan nu spelen als... Luigi! Oké. Oh, wacht even, oh. Laat me met rust spel, serieus! Hoe bedoel je dan? Wie is er ofzo? Sorry, wat bedoel je? Nee, je zegt iets over nieuwspel downloaden. Wie zegt dat? Raoul, 15. Oh, Raoul, wat voor spel wil je downloaden dan? Nee, ik weet niet wat ik bedoel. Doe je nou via de e-shop of? Je kan via de e-shop ook spellen downloaden, ja, als dat de vraag is. Nee, dat zegt niet, maar. Oh, ja, dat kan. Oh, het was een nou, Raoul is een beetje alsof zo'n. Ja, zo'n fanboy, weet je wel, die ja, je weet wel wat ik bedoel. Maar Raoul is wel een leuke fanboy, even voor de duidelijkheid. Oh. En ik ben erg blij, als hij toch iemands fan wil zijn, dat hij dan mijn fan wil zijn. Kijk, zie je, ik wist dit gewoon. Dit wist ik gewoon, mensen. Check die speur naar Stefan even hier alles hosselen. Ik weet niet hoe ik me daarover voel, Chris. Waarover? Hij zegt dat hij mijn fangirl is. Maar iedereen is toch Simons fangirl, of ligt dat aan mij? Ja, oké, maar het is een beetje disturbing dat hij ineens van een man naar een vrouw veranderd is. Puur omdat hij mijn video's heeft gekeken. Ik weet niet. Dat is raar. Oh shit, ik zit niet op te letten! Daar is niet. Ik ben nu helemaal klein, dat is niet zo fijn. Zal ik mijn reserve power-up gebruiken? Nee, ik bewaar hem wel. Oké, Chris, heel zo fijn om uit. Chris was een beetje boos gisteren op mij. Dat ik per ongeluk een paar van zijn diamonds heb gebruikt. En met een paar bedoel ik meer dan de helft. En met per ongeluk bedoel ik vrijwel expres. Oh, zo'n 10 seconden ding. Wat moet ik doen? Oh! Oh, gevonden. Nice. Maar Chris heeft me vergeven, hoop ik, voor hem. En dan heeft hij echt een zwaar kut leven. Oh, ga weg, Kamek. Niemand mag jou. Ik heb je moeder geneukt. Wacht, dat... Ik weet niet. Dat is denk ik niet zo'n goed idee. Waarom niet, Simon? Waarom niet? Ja, omdat het waarschijnlijk niet in mensen is. Wel man, doe het normaal. Waarom ben je gelijk weer zo racistisch, Simon? Nee. Alleen omdat je autistisch bent, kan je niet alles zeggen, hoor. Sorry, man. Ik doe het toch, hoor. Fuck jou, Steven, ik doe het.
Sowieso. Stefan, als je een Pokémon X en Y van die hordes krijgt, kan het zijn dat één van die Pokémon's in de horde een shiny is? Ik heb geen idee, misschien wel, ja. Okay. Oh, stempel! Oh nee, ik heb mezelf in mijn vingers gesneden. Oké, okay, nou ja. Oh, dat is niet zo. Nee. Ah, oh, tering Jantje, kijk dan hoe slecht die jump. Echt. Die jumps moet ik nog echt mee gaan timen, man. Oké, okay, ik ga het gewoon nog een keer doen, maar dan met het kattenpakje die ik overigens heb weggehaald. Dus weet je, ik ga gewoon door. YOLO! Oké. Okay. Jij daar. Wat? Zag je dat hij heeft iets van 5 groene sterren of zo? Toadbaas gaat op sterrenjacht. Iemand vraagt of je een level met Peach wil. Ik wil best een level met Peach doen als ik zo meteen kan kiezen. Oh, wat? Kijk, ik kan zo bewegen. Dat wil ik niet. Dit vind ik veel fijner. Als het goed is, is het nog wereld 1. Dit is wereld 1, ja. Oh, Toadbaas kan niet springen. Dat is echt vet handig. Holy shit, een Pancham. Wat? Een Pancham. Dat is een goede Pokémon. Oké, oh shit. Oh, hij is in één keer dood. Wat is hier dan? Hallo, even beeld hier. Oh, kijk. Jullie stream lagt een beetje, maar soms. Ja, dat kan kloppen, denk ik. Ik zal zo even kijken naar mijn bitrate, oké? Jo. Oh ja, hallo. Blaas. Oh, for fucking real? Kijk dat, ik moet gewoon blazen, dan gaat hij omhoog. What? Oké, dat is best wel cool. Kan ik niet inzoomen? Nee. Oh, hey, ik klop van boven. Dat is misschien handiger. Wat? Dit is best vermakelijk. Sowieso dat dit een level is die ik met mijn vriendin ga... Of een spel is die ik met mijn vriendin ga spelen. Ja, het zijn inderdaad van die... Games die best wel leuk multiplayer kan doen. Minder pijpen, jongen. Minder pijpen. Ja, sorry. Sorry, kom op. Je weet dat ik dat kan doen. Ik moet er iets aan doen hebben. Wel echt nice, dat kost 10 sterren om de level open te spelen. Dat seems eerlijk, weet je. Mm-hmm. Ja, maar het moet wel speelbaar zijn voor de noobs, hè? Oh, nee, niet willekeurig. Ik wil Peach kiezen. Oké, ik speel dus als Toad, dat spijt me. Een Pokémon genaamd planthoofdsaus. Oh, dat had ik... Oké, misschien moet ik dat wat beter... Misschien moet ik eerst kijken wat ik doe en dan wat doen, zeg maar. Dat is echt... Ik ben een beetje impulsief nu, zeg maar. Maar ik zie daar wel een groene ster. Oké, ik ga toch dit level afmaken en dan stop ik even. Dan ga ik vanavond verder. Dus bear with me for one level, oké? Okay? Nice, dat is precies wat ik wilde hebben. Hup. Dat was echt... Puur lucky, even voor de mensen die kijken. Oh, sorry, ik zat niet te kijken. Bedankt Simon, dat is echt gezellig met jou, hè? Oké. Hier omhoog. Hier omhoog. Oh, ik zie... We hebben een... Oeh. Nee! Oeh, ja! Nice! Oh, die skills heeft deze jongen. Deze jongen heeft zoveel... Oh! Ik zeg niks. Sorry, de framerate is naar 1 frame per 2 seconden gegaan. Sorry, wat zei je?
Blijkt een beetje. Ik zag wel dat je de afgrond in ging, dus... Ja, ik ga straks... Ik denk dat mijn stiefpa weer aan het downloaden is. Die houdt niet zo van verbindingen delen, zeg maar. Oh ja, zo'n eetje ken ik hier ook. Oké, ik had net dacht ik een kat power up, maar die heb ik nu nog niet gekregen. Dat is onhandig, want die heb ik wel nodig. Oh! Zat die daarin? Zat die erop, jongen? Oh, kut, een groter. Nou, dan kan ik dus de tweede groene ster niet halen. Nou, dan gaan we gewoon door. Oh. Toevallig zag ik hier net wat op liggen, volgens mij. Ja, daarop zie je. Oh, daar kan ik ook niet bij, want ik heb geen kat power-up. Ik heb een kat power-up. Nice. Wat water zit trouwens op je fancy. Weet je, jij ziet er best wel fancy uit. Ja, dat denk ik ook. Graag gedaan, man. Graag gedaan. Zo ben ik ook, hè. Ik ben niet altijd een lul, zeg maar. Ja, het zijn wel duizend. Maar dat maakt het juist speciaal. Even snel deze openmaken. Hoppatee, oké, nou met mijn pure skills even oppassen als het kan. Zo. Wat, hoe de fuck moet ik daar bovenop komen? Oh, wacht, die gaat gewoon naar beneden, oké. Mooi, de drie groene sterren. Oh. Laat ik eventjes oppassen nu. Hm? Een katpakje is fucking cute. Jij een katpakje is fucking cute, man, serieus. Heb je zelf wel eens gezien een katpakje? Echt, mwah. Mijn zusje heeft een kattenpak. Zusje is ook cute. Heb je een zus? Mag een foto? Deze zus. Mag ik een foto? Ja, maar nee, dan ga je op. Is het vatbaar? Ah, kom op, man. Nee. Oké, ik ben bij een baas. Ik ga eens even de kat uit de boom kijken. Ik zie al wat ik moet doen. Dit wordt een eitje. Zien we lekker rondjes rennen dan? Nee. Pats! Doei, Bowser! Of zoals mijn wiskundeleraar zegt, het is poepzo. Wat is het? Het is poepzo? Het is poepsimpel. Is je. Heeft jouw wisk. Oh, tering, dat kan dus niet. Heeft jouw wiskundeleraar een of andere poepfetish misschien? Nee. Maar hij heeft wel echt superveel van die epische uitspraken. Bijvoorbeeld dan. Een varken plus een haas is dus nog geen varkenshaas. Ja. Gebruikt je attering? Gebruikt je leraar veel drugs, Simon? Nee. Niet meer dan normale mensen, toch? Nou, hij trekt wel eens lijntjes. Oh, dat werkt dus niet. Ze moet echt tegenaan tikken. Ah, attering. Oké, ik neem het terug. Dit is toch moeilijker dan ik dacht. Zeker omdat het best wel een benauwde of krappe ruimte is en ik durf niet te dicht bij het lava te komen. Ja, dat is zo. Ja, als je nou even stopt met dat vuur, hè. Oh, hey, doei. Had je trouwens dat filmpje gezien van Hot Papa Gaming? Ja, ik heb net gekeken, ja. Okay. Ik kon erom lachen. Denk je dat het goed is? Ik denk dat het een heel goed idee is. Ga ik gewoon een half kilo van die dingen bestellen? En dan en uitdelen op school van vrienden. Word je lekker pepertje? Sowieso als ze wel een keer deze soort dingen doen. Ik heb pepertje hoor. Nee, ik ook mee naar Stijn Stijn. Hey Stijn. Stijn, word je lekker snoepje van mij? Snel 100 seconden erbij pakken, want we zijn aan het eind van het level. We moeten ook van alles doen. Oh mijn god, een wilde ader. Wat, een meisje in een fles? Hé, ik heb de stempel nog niet gevonden, wel? Nee, heb ik nog niet gevonden. Wie heeft er een fles in een meisje? Ik denk dat die hier achter ligt, de stempel. Nee. Stempel, kom hier. Nee, geen stempel? Nou, fuck jou dan, kutspel. Kan ik die niet gewoon zo aantikken of zo? Kijk, hier. Hatseflats. Oké. Oh, nou gaan we die jump even timen, weet je. Oké, let op Simon. Kijk je? Zo, is het even kijken. Oké. Ik kijk. Yes! Woo!
heel hard. Level voltooid. Lekker op zijn Nederlands. Heerlijk. Heerlijk dit. Maar we hebben de stempel nog niet in dit level. Dat is een beetje een zure appel. Heb je trouwens Link Between Worlds? Ja, ja, die heb ik. Hoe is die? Fucking vet. Ja? Maar het is wel redelijk easy tot nu toe. Okay. Maar ik vind het wel vet. Ja. Maar van het geniet. Vooral de Shadow Link fights die ik het krijg van Street Pass. Die zijn echt fucking leuk. Want vechten van Link tegen Link. En dan kom je zeg maar in een arena, wat je twee items kiezen en dan is het gewoon heel beetje vechten. Oké, okay, cool. Maar mensen, we gaan stoppen. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En ik denk dat ik vanavond nog een keer ga. Gewoon puur voor jullie entertainment was dat. Ja, nice. Gewoon puur voor jullie entertainment. En ik zie hier Luigi Prosta. Maar dat is ook zo. Dit is een extra minigame. Die je alleen hebt als je Wii U een C-vel bezet van... een nieuw Super Mario... Wat, waarom doet hij niet? Hallo, press start. Als je de C-vel bezit van Mario... nee, van New Luigi Bros. Waarom doet hij niks? Oh, ze hadden. Wat een kutbesturing, zeg. Tering. Oké, je moet dus en bewegen en springen, anders springt hij dus niet. Dus je kan niet, zeg maar, springen en dan denken van... Oké. Oh, nee. Hut! Oh, jammer. Serie. Hoerenspel. Bats. Oké, dan moet ik hem pakken. Ah. Genoeg gespeeld. Mensen, blijf kijken. Tot de volgende keer. Doei!